Klaas, we zijn net na de wedstrijd. Met wat voor gevoel sta jij hier? Slecht gevoel. Hoe kan het dat het zo slecht was? Ja, dat is een goede vraag. Die ga ik me vannacht denk ik wel een x-aantal keer stellen. Dus ik heb daar wel mijn gedachten over. En dat heeft heel simpel met bal te maken en zonder bal te maken. Nou, zonder bal waren de staat om goede druk te krijgen en de linies compact te houden. Sommigen liepen in het veld vooruit druk te zetten. En hadden we moeite met lopende mensen in de diepte op te vangen. Eigenlijk bij beide doelpunten. Op de momenten dat we wel compact stonden, waren we niet in staat om in de duels te komen, zoals dat dan heet. En om te kunnen duelleren en ballen af te pakken of te veroveren. Of een lijn eruit te halen naar een spits die erachter staat, om zo een bal te kunnen onderscheppen. Dat was niet in orde, dat was niet op maat. En aan de bal hadden we veel moeite om ons positiespel te kunnen spelen. En om onder een bepaalde druk uit te kunnen voetballen en of tot kansen te komen. Dus dat zijn heel in het kort de redenen waarom het ging zoals het gegaan is. Waar ging het mis? Ja, dit was vandaag, vond ik, duidelijk een tactisch schakelspel. Vooral dat AZ, we wisten eigenlijk van tevoren of zo gaan ze het doen. We hoeven helemaal inhoudelijk op in. Alleen, ja, dat pakten wij in het veld op een gegeven moment een beetje laat op. Toen we het oppakten, gingen toch mensen toch iets uit de organisatie te snel. We hingen een beetje op twee gedachten om toch vooruit druk te gaan zetten vanuit de middenlijn al. Ja, we zijn gewend dat iets later te doen. Ja, en dan komen de keuzes. Dan hebben zij goede lopende mensen. En dan moet het op een gegeven moment in de diepteloopacties. Dan hebben zij een goede paas. Ja. En dan neem ik ook helemaal mezelf kwalijk bij de 1-0. Want dan ben ik aan het communiceren. Ik kijk al één moment met Niels van, ga je hem pakken of niet? Ja, als ik niks hoor, moet ik mee. Dus met dat ik aan het communiceren ben, eigenlijk nog niet met mijn mond, maar wel met mijn gezicht al. Ja, geeft hij hem al. Hij geeft hem perfect. Ja, maar die 1-0 neem ik me absoluut kwalijk. Alleen met 3 centrale verdedigers ben ik gewend als middenvelder. Kunnen we hem altijd overpakken. Nou, dus dat moet ik even goed terugzien. We gaan Niels en ik over hebben. En Ricky van... Ja, dat mag niet natuurlijk, dat hij uit één paas bam voor de goal staat. Dus dat is zwaar kloten, die eerste goal. En dan zeker net voor rust weer hetzelfde als Utrecht verhaal, dat hij weer valt. Ja, dat is natuurlijk niet fijn in de tweede helft ingaan, maar ik denk dat we aardig uit de kleedkamer kwamen weer. Alleen te weinig daarna. Nu speelden jullie maandag volgens jou de slechtste eerste helft onder jouw leiding. Vond je deze eerste helft, of eigenlijk een beetje tweede helft, nog van hetzelfde niveau? Tweede helft ben ik niet helemaal met je eens, moet ik eerlijk zeggen. De eerste helft kan, denk ik, wedijveren met de eerste helft van afgelopen maandag. Helaas. En wat heb jij dan tegen die gasten afgelopen week gezegd? Ja, je bent kritisch naar jezelf. Je bent kritisch naar je spelers. Je bent kritisch naar de strijdwijze die je hebt besproken en probeert uit te voeren. Heel veel dingen staan en vallen met bereidheid. Heeft iedereen de bereidheid om voor elkaar en met elkaar een teamprestatie neer te zetten? Nou ja, dat is één onderdeel. Heb je dan de kwaliteit om de juiste dingen op het juiste moment te doen? Nou, ik dicht onze ploeg heel veel kwaliteiten toe. Echter, tot op heden komt het niet tot uitdrukking zoals we dat graag zouden willen zien met z'n allen. Ik wil geen excuus aandragen. Echter, een aantal jongens is nog maar net erbij. Hebben mindere voorbereiding bij andere clubs gedraaid. Dus het heeft ook een stukje in de fitheid te maken. Echter, dat mag geen excuus zijn. We moeten gewoon beter presteren dan dat we op deze manier hebben gedaan tot nu toe. En dat is met name aan de bal en zonder bal. Aan de bal beter positiespel spelen. Ballen willen hebben. Meer kwaliteit leveren. Komen tot kansen. Heel simpel gezegd, maar op dit moment moeilijk te realiseren. En zonder bal het gif hebben om te kunnen duelleren, om de wedstrijden te willen winnen, om die duels te willen winnen. En ook om compact te staan, om ten opzichte van elkaar gewoon goed te staan en te verdedigen. Maar daar hebben we een aantal slagen in te maken op dit moment en dat is jammer. Waarbij natuurlijk wel heel duidelijk is dat we een hele as moeten vervangen. En de jongens hebben daar de bereidheid toe, maar zullen moeten wennen, zullen moeten ontwikkelen. En we hebben nog eventjes te gaan, maar hopelijk gaat dat heel snel ten goede keren. En daar zullen we heel veel voor in het werk moeten stellen en heel veel voor doen.